geprobeerd om naar de kant toe te geleiden. Nou, en, ja, dat was wel heel bijzonder. Dat beest dat, was zich suf aan het zwemmen. Ja, ik kwam dicht bij hem en het eerste wat ik deed was zijn kop eventjes op mijn plank liggen. En toen was hij stil. En dat was echt even voor hem een momentje van rust. En daarna ging hij weer. Kreunend. Dus zijn we toen samen eigenlijk teruggekomen. En dat was het. Ja, ja. En wat dacht je tijdens de dingen van? Komt het goed? Of? Nou ja, komt het goed. Ik denk, zal het er niet gebeuren dat hij straks verzuipt hier zo voor. Ja. Maar goed, het is best wel een zwaar beest. En ik zelf met een reddingsport kan niet zoveel. Ik kan misschien wel zou hij hem half verzuipen, zou ik zijn kop uit het water kunnen trekken. Ja. Met het rescuebord. Maar goed, hij bleef fit en hij bleef door zwemmen. En ik bleef doorpaddelen en ik beukte af en toe met mijn punt tegen zijn nek aan. Gewoon die kant op. Ja, en dat werkte eigenlijk wel aardig. Ja. Ja. Dat is wel je meest bijzondere redding, denk ik. Ja. En als je dit van Quinten vertelt aan de koffietafel, dan? Zullen ze je geloven? Ja, wie weet. Oké, okay, bedankt. Ja, is het leuk. Emiel was, hè? Etienne. Ja, Etienne. Etienne. Oké. Okay.